Ja, goedemiddag. Leuk dat je kijkt. Ik ben Eduard van Nieperen. Ik ben makelaar bij Ellen Mauta Makelaardij. En zoals je wellicht achter mij ziet, ik sta midden in Naar de Vesting. En tijdens deze live streaming wil ik je graag wat meer laten zien van een huis wat wij deze week op Funda hebben gezet. En vanaf morgen ook te bezichtigen is. En dat is een huis op, aan deze straat, de Bussumerstraat. En het is om precies te zijn Bussumerstraat 42A. Ik ga hem je zo laten zien, uiteraard vanaf de buitenkant. Maar ik neem je ook mee aan de binnenkant van het huis. En ik zal je wat meer vertellen daarover. Heb je nou eventueel vragen, dan kan je die intypen. Die zie ik in beeld of een van mijn collega's die meekijkt. En dan kunnen we die vragen uiteraard ook direct beantwoorden. En zeg je nou van, joh, ik heb te weinig tijd om volledig mee te kijken, dan raad ik je aan om later vandaag op de site van het huis te kijken, bussumerstraat42a.nl, want daar komt ook de opname van deze video straks te staan. Dus dan kan je hem eventueel helemaal bekijken. Nou, ik vertelde al, hè, Bussumerstraat. Ik ga de camera even omdraaien om daar wat meer van te laten zien. Bussumerstraat is een van de bredere straten binnen de vesting. Aan beide kanten kan er geparkeerd worden. En de kant waar ik nu naartoe film, zie je op de achtergrond de groene vestingwal. Waar je heerlijk overheen kunt wandelen bijvoorbeeld. En daar is ook de toegang van naar de vesting. Nou, je hoort waarschijnlijk op de achtergrond ook kinderen spelen. Want je ziet hier links in beeld de basisschool binnen naar de vesting. Dus mocht je kinderen hebben, ja, dan is de school binnen handbereik. Het huis, die zien we nu in beeld. Leuke jaren 30 woning die volledig gerenoveerd is een aantal jaar geleden. Ga ik straks laten zien. Ik draai nog even verder de andere kant op. Dan heb je helemaal de indruk, een goede indruk van de straat. Veel verschillende bouw, veel architectuur, verschillende architectuur. En aan het eind van de straat, daar zien we hem. Een bekend beeld van Naar de Vesting, de grote kerk van Naarden. Goed, het huis. Daar is hij weer, 42A. Onze vlag is aan het wapperen. Even een auto voorbij. Het huis is gebouwd in de jaren 30 en is omstreeks 2016-17 is die volledig gerenoveerd. En dat zie je direct als ik straks naar binnen loop. Het heeft 116 vierkante meter woonoppervlakte, een goede tuin, echt een goede tuin voor de vestingbegrippen en vier slaapkamers. We gaan naar binnen. Kijk, dit is natuurlijk ook een leuke. De trekbel. Zo. Nou, en als we dan binnenkomen, even mijn voeten vegen, dan zie je meteen al dat er het huis een moderne afwerking heeft. Alle wanden zijn glad gestuukt, de plafonds ook. Nieuwe deuren erin gezet en alle verdiepingen hebben ook een eiken vloer gekregen. Dat zien we door het hele huis heen. Nou, trapopgang zien we rechts. Maar ik loop eerst even door naar de woonkamer. En dat is met recht een gezellige woonkamer. Woonkamer met een open keuken aan de voorkant. Zal ik straks in beeld nemen. Ruimte voor het plaatsen van een mooie lange tafel. En de woning is ook uitgebouwd. Je ziet halverwege de muur, kleine verspringing. Dat gedeelte dat is later erbij toegevoegd. En zoals je ziet aan de achterkant is er door middel van de openslaande deuren toegang tot de tuin, maar ook door middel van de deur die we hier rechts zien. Dus je hoeft niet altijd
de dubbele deuren te gebruiken om naar de tuin te gaan. Nee, als je achterom komt bijvoorbeeld, want er is ook een achterom, dan kun je ook via deze deur het huis inkomen. Ik ga uiteraard straks ook even naar buiten. Wat heel fijn is, is dat ze het raam hebben door laten lopen tot aan het plafond. Dat geeft prettig veel licht. En je kunt je wel voorstellen dat in de zomer, als je de deuren openzet, dat je eigenlijk het terras bij je woonoppervlakte trekt. Wat ik zelf een heel leuk detail vind, is dit gedeelte. Ik moet even kijken of ik dat kan aanwijzen. Ja, ja, dit is een gedeelte waar je natuurlijk wat neer kan zetten. Ja. Voor onder andere de televisie. Maar die loopt dus helemaal door tot naar de keuken. Dus daardoor is er ook daar een zitje gecreëerd, een soort van bankje, waar je aan je tafel kunt zitten. Prettig hoog plafond. Ik weet niet exact de hoogte, maar die staan in de tekeningen. Dus wil je wat meer informatie daarover, dan verwijs ik je ook weer naar de website Bussumstraat42a.nl. En daar hebben ze dus ook in die tekeningen hebben ze de hoogte opgenomen. Een mooie eigentijdse, maar neutraal afgewerkte keuken. Met de hoge apparatuur en de hoge kasten aan deze kant. En het aanrecht, het kookgedeelte, de gootsteen aan de andere kant. Hardstenen blad, grote lades daaronder. Een koeker voor direct kokend water. En je zag ze misschien ook al even in beeld. Een tweetal ovens. Allemaal inbouwapparatuur uiteraard. En de apparatuur is allemaal van het merk AEG. Dus ook goed merk. Nou, wat heel leuk is, is natuurlijk de details die we hier zien. Het glas en lood. Ik zal het straks boven ook nog even laten zien. En ook hier weer een groot raam. En over zijn alle transparante ramen. De ramen waar je doorheen kijkt is allemaal dubbel glas. Het glas en lood is uiteraard nog origineel. Nou, je ziet, Bussumerstraat is een rustige straat. Het is echt niet dat het hier een komen en gaan is met verkeer. Dat wordt nog wel eens gedacht, maar dat is het absoluut niet. En hier sta ik dus vlak tegen het raam aan de voorkant. En zo heb je een mooi zicht door het hele huis heen. De hele huiskamer, moet ik zeggen. De eiken vloer heb ik net al benoemd. Ik ga straks naar buiten. Ik ga eerst even door het huis heen. Hier zie je nog twee deuren. Linkerdeur is de trapkast. Ruimte onder de trap. Met ook de meterkast. Die meterkast is volledig vernieuwd en voldoende groepen. Laten we je graag zien tijdens een bezichtiging. En hier ben ik net vanuit de hal de woonkamer ingekomen. De voordeur met ook hier weer glas en lood. En links toegang tot het toilet. Dan neem ik je mee naar boven. Wat ik ondertussen kan vertellen is dat het huis goed geïsoleerd is. Het heeft een energielabel C. Nou, voor een jaren 30 huis is dat een keurig label. Nou, en inmiddels ben ik boven. En op deze verdieping hebben we twee slaapkamers. En tussen de twee kamers in de badkamer. Ik begin even bij de kamer aan de achterkant. Een kamer over de volle breedte van het huis. En een kamer die voldoende ruimte biedt voor het plaatsen van een breed bed. Je ziet dat er voldoende ruimte aan de zijkanten nog over is gebleven. Leuke ramen hier met de roederverdeling. Een deur naar het dakterras. En voldoende ruimte voor het plaatsen van een kastenwand.
tuin hier vandaan. Kijken we een beetje over de tuinen heen. De huizen aan de achterkant. Die staan aan de Sint-Vitusstraat. En een opvallende boom, grote boom, kastanjeboom. Die inmiddels alweer groen aan het worden is. Even andere hoek. Nou, terras, ja, je hebt natuurlijk een prachtig tuin. Dus je zal hier wellicht niet zo snel gaan zitten. Maar aan de andere kant, het biedt wel de mogelijkheid. Je kunt er uiteraard ook eventueel wat uithangen. Om te luchten. En die deur is natuurlijk prettig om in de zomer lekker open te kunnen zetten. Wat ik net al vertelde beneden, elke verdieping heeft dezelfde vloer. Dus dat maakt het mooi één geheel. Een eikenvloer. En dat in combinatie met de wit afgewerkte wanden maakt het mooi neutraal. Zoals ik al zei, de badkamer die bevindt zich tussen de twee kamers. En die badkamer die is dus ook volledig vernieuwd. Mooi formaat. En je ziet het tweede toilet, er is een inloopdouche, een lichtbad en een breed wastafelmeubel met een tweetal kranen. Natuurlijk spotjes in het plafond. En ook dit is wel weer net als de keuken die ik je net liet zien. Neutraal afgewerkt. Ook wel fijn, is overal dezelfde deuren gebruikt. Hetzelfde deurbeslag. Ook dat maakt het weer één geheel. Kamer aan de voorkant. Hele leuke kamer. Vooral vanwege dit soort details. Mooi raampje. Maar er is uiteraard ook een mooi groot raam nog hier te zien. Prachtige plek om bijvoorbeeld, dus zoals nu gedaan is, een bureau onder te zetten. En daarnaast voldoende ruimte voor het plaatsen van een bed. En achter mij liep ik net al even langs de een ruimte om te plaatsen voor een om te gebruiken voor het plaatsen, moet ik zeggen, van een kastenwand. Ik zal hem zo even laten zien. En zoals je ook ziet hier spotjes in het plafond en dezelfde deur die ik net al liet zien. Dus op deze verdieping twee goed formaat slaapkamers en de badkamer. Maar we zijn er nog niet. Ik kan er nog één omhoog. En ook dat is een hele goede ruimte nog. Met weer twee kamers. Een aparte ruimte voor de wasmachine en de droger. Als eerste de kamer aan de achterkant. Ook hier weer een kamer over de volle breedte van het huis. Grote dakkapel geplaatst, wat weer heel gunstig is voor het lichtinval. Spotjes in het plafond. En dit is een prima slaapkamer. Met ook voldoende ruimte voor nog het plaatsen van een bureau. Weer het mooie zicht over de verschillende tuinen. Overigens, nu ik hier toch sta, kan ik dat ook meteen vertellen. Ik vertelde beneden al, er is een achterom van de tuin. Hier hebben we de tuin in het zicht van bovenaf met het stenen schuurtje. En de witte poort is het achterom. En via dat paadje kan je zo daar langs
naar de Sint-Vitusstraat. Dus je hebt er een prima achterom. Zodat je ook met je fiets buitenom naar de schuur kan. Deze deur die geeft toegang tot de cv-ruimte en wasmachine en de droger. Dus die heb je mooi apart staan. En daarnaast een vierde slaapkamer. En ook deze is weer van een prima formaat. Wat ik zelf heel erg leuk vind, is bijvoorbeeld dit nisje. Een hele leuke plek om het bed in te zetten. Je moet het wel wat lager, want je ziet in de schuinte. Maar je ziet het is gelukt. En ik denk dat kinderen dat een heel fijn plekje zullen vinden. En ook hier dus weer een dakkapel. Iets kleiner dan de achterkant, maar ook weer met de spotjes erin. En hier vandaan kijken we over de daken heen naar het plein van de basisschool. Straks als die bomen allemaal in blad staan, dan kijk je ook in heel veel groen. En hier vandaan, of tenminste vanaf het overloopje hier, heb je ook nog toegang tot bergruimte. Want hierboven is ook nog een vliering, een bergvliering. Dus je kunt hier ook gewoon nog prima wat dingen opbergen. Nou, ik zie dat er inmiddels weer andere kijkers zijn, nieuwe kijkers bij zijn gekomen. Ik loop nog even door het hele huis heen en laat ik alles nog eventjes zien, alle ruimtes, wat korter dan ik net heb gedaan. En dan eindig ik zo in de tuin. Mocht je nou geen tijd hebben om langer te blijven kijken, deze streaming wordt opgenomen en komt straks op de website van het huis te staan, bussumerstraat42a.nl. Dus dan kan je hem eventueel vanavond nog een keertje bekijken. Hier dus de tweede slaapkamer op de tweede verdieping. Kast voor de wasmachine, droger en cv. Ik vertelde net aan het begin van de video al, het huis is in 2016-17 volledig gerenoveerd. Dus je kunt hier wat dat betreft zonder grote aanpassingen zo intrekken. Alle wanden zijn netjes gestuukt. Bijna al het glas is vervangen met dubbel glas. Behalve bijvoorbeeld dit raampje. Dit is natuurlijk een mooi oud, authentiek glas en loodraam. Zonde om te vervangen. En maar deze ramen zijn bijvoorbeeld allemaal vervangen. Slaapkamer aan de voorkant. Met voldoende ruimte voor het plaatsen van een bed, een bureau en een kastenwand. De badkamer die bevindt zich tussen de twee kamers in. De badkamer is dus ook compleet gerenoveerd. Met een toilet, een douche, brede douche, een lichtbad en aan deze kant een breed wastafelmeubel met twee kranen. En je kunt je handdoeken zelfs ook nog ophangen aan de handdoekenradiator. De kamer aan de voorkant,
achterkant moet ik zeggen. Ook hier weer een prima maatvoering. Op de site staan de tekeningen met alle maten. Dus als je daar naar benieuwd bent, dan raad ik je aan om even op de site te gaan kijken. Toegang tot het terras. Ja, dat is de ruimte boven de uitbouw. Net al inderdaad ook verteld aan het begin. Het huis heeft 116 vierkante meter woonoppervlakte. Daar is het voor ingemeten. Vier slaapkamers, goede badkamer. Een hele gezellige woonkamer die ik je nu ga laten zien. En die woonkamer die is dus een stukje uitgebouwd in het verleden. Je ziet hier het gedeelte dat een klein beetje inspringt. En daardoor heeft de woonkamer een mooie oppervlakte gekregen. Goed hoog plafond. Alles netjes gestuukt. En aan de voorkant een luxe, neutraal afgewerkte eigentijdse keuken met goede inbouwapparatuur, AEG. Hier de hoge kasten, dubbele oven. En hier het werkblad met een 5-pits gaskookplaat. De kraan, dat is een koeker, dus je hebt direct kokend water. En hier weer dat mooie glas en lood wat behouden is gebleven, hè, de bovenraampjes. Goed, ga ik door naar buiten. Ik hoop dat het een beetje droog is geworden. Want die zou ik nog laten zien. Eventjes kijken hoe ik dat met de kat ga doen. Hey, poes. En nou. Zo. Nee, het druppelt nog een beetje. Dat is jammer. Ik had gehoopt op een zonnige dag vandaag. Want dan kan je zien dat dit een tuin is die ook goed op de zon ligt. Hij ligt op het zuidwesten. En de middag- en de avondzon die heb je dus vanaf deze hoek. En zoals je ziet, er is weinig wat het blokkeert. Gezellige besloten tuin. Goed formaat zoals je hier ziet. Ruimte voor een tafel. Achterin een leuke loungehoek. Veel groen. Gezellige tuin. Met de stenen schuur aan deze kant. Nou, nog heel even en dan hebben we hier ook... mooie paarse bloemen. Achterom. En dan zal ik me even omdraaien, want dan kan je ook de achterkant van het huis zien. En dan kunnen we dus de brede dakkapel zien waar ik net stond boven. Ja, een mooie rustige ligging. En wat ik al zei, een zonnige ligging. En natuurlijk, als je in de vesting woont, als je hier in de tuin zit, dan kan je ook hier vandaan weer de kerktoren zien. Wat ik zelf heel prettig vind, is dat je ook hier niet direct op de achterburen zit. Het is hier mooi vrij gelegen. De buren hebben van die mooie leilindes, straks staan die ook in blad. Als je dan hier zit, dan zit je ook lekker vrij. Nou, loop ik weer even terug naar binnen. Kijk,
Ik heb ook nog een kijker hier. De kat die houdt mij ook in de gaten. Zo. Nou heb ik het hele huis even kort laten zien. Ben je nou na het zien van deze video geïnteresseerd geraakt in dit huis? En wil je het huis komen bekijken? Nou, dan raad ik je aan om even contact op te nemen met ons kantoor. We hebben al een aantal afspraken ingepland staan. Maar zeker nog mogelijkheden om met jou een afspraak te maken. Dus neem dan even contact op en dan maken we graag even een afspraak met je. En mocht je nog vragen hebben, nou, dan kan je uiteraard ook altijd even contact opnemen. Een WhatsApp bericht sturen, e-mailen of uiteraard gewoon even bellen. Nou, dank voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.